Dag Julie. Een schenking blijft een erg interessant instrument in het kader van vermogensplanning, vooral omdat er voordelen zijn zoals het koppelen van specifieke voorwaarden of modaliteiten. En dan denken we bijvoorbeeld aan het voorbehoud van vruchtgebruik. In de video van vandaag willen we het specifiek hebben over schenken met voorbehoud van vruchtgebruik en de bankaire aandachtspunten daarbij. Julie Verstraeten, jij bent estateplanner bij de Grof Peterkam. Kan je ons kort nog eens uitleggen wat dat eigenlijk is, een schenking met voorbehoud? Inderdaad, een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik wil zeggen dat de schenker nog bepaalde bevoegdheden heeft. Dus de schenker heeft het recht op de inkomsten van de geschonken tegoeden en ook nog het gebruik of het beheer ervan. Bijvoorbeeld bij een schenking van een effectenportefeuille houdt dat in dat de vruchtgebruiker nog het recht heeft op de interesse en de dividenden en heeft ook nog het beheer over de portefeuille. En waarom blijft dat zo populair bij ons? Het is voordelig omdat de vruchtgebruiker aan de ene kant een deel van zijn vermogen kan overdragen, wat in het kader van successieplanning ook fiscaal interessant is. En aan de andere kant behoudt hij toch nog een zekere controle en ook de inkomsten ervan. En in welke mate verschilt dat dan van een schenking in volle eigendom? Het verschil is omdat bij een schenking in volle eigendom is het in principe de bedoeling dat de begiftigde er vrij over kan beschikken. Bijvoorbeeld wanneer ouders een som geld geven aan hun kinderen die zij later kunnen investeren voor de aankoop in vastgoed. In dat geval is het de bedoeling dat de ouders effectief afstand doen van het volledige bedrag. Dus zij hebben geen bevoegdheden daarover. Als we spreken over een effectenportefeuille, wat mag een vruchtgebruiker dan nog doen na de schenking? Concreet zal de vruchtgebruiker de contactpersoon blijven voor de bank. En hij heeft het beheer eigenlijk over het geheel van de portefeuille. Want een portefeuille is in principe een samenstelling van verschillende effecten, zoals aandelen en obligaties. Dus de vruchtgebruiker oefent daar over dat geheel het beheer uit. En betekent dat dan dat hij of zij ook nog activa mag verkopen na de schenking? Inderdaad, de vruchtgebruiker mag de effecten binnen de portefeuille kopen en verkopen, maar wel op voorwaarde dat de verkochte effecten worden herbelegd binnen diezelfde portefeuille. Het is dus niet de bedoeling dat de vruchtgebruiker bepaalde effecten zou verkopen en dan de verkoopopbrengst zou opnemen voor eigen gebruik. Wat de vruchtgebruiker ook niet mag doen, is eenzijdig beslissen om de gehele portefeuille te verkopen. Bijvoorbeeld wanneer hij zou willen investeren in vastgoed, dan hebben we steeds het akkoord nodig van zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar. En op welke manier kan een vruchtgebruiker rendement halen uit zo'n portefeuille die geschonken is? Het hangt ervan af wat voor soort fondsen dat de vruchtgebruiker in beheer heeft. We hebben een onderscheid tussen kapitalisatie- en distributiefondsen. Distributiefondsen die keren jaarlijks een dividend uit, terwijl kapitaliserende fondsen, daar worden dividenden eigenlijk automatisch herbelegd binnen het fonds. Dus in werkelijkheid heeft de vruchtgebruiker bij een kapitalisatiefonds geen echte inkomsten. Als het dan toch de bedoeling is dat hij een zeker bedrag kan opnemen uit de portefeuille, dan wordt er bijvoorbeeld in de schenkingsakte een rentelast voorzien. Julie, ik onthoud uit onze video dat het schenken met voorbehoud van vruchtgebruik een interessante techniek is, maar dat er toch wel zowel bankaire als fiscale aandachtspunten zijn en dat het dus aan te bevelen is om zowel de notaris als een financiële instelling te raadplegen. Bedankt voor jouw toelichting. Graag tot de volgende keer. Dank je wel.